Ik sta 's ochtends altijd extra vroeg op om even naar de kippen te kijken. Ik bedoel, ja, 's middags heb dat weinig nut natuurlijk. Welke mogol gaat er 's middags naar de kippen kijken? Ik bedoel, hallo kippen. Ik zie jullie denken, wat is het licht? Maar dat komt omdat je aan de andere kant van de equator zit. Hallo kippen. Hallo kippen. Hallo jongens, hallo. Nou, dan ga ik hier zo zitten zo. En dan ga ik kijken. Kijk naar de kiep. Kiep. Ja, soms lok ik ze ook. Weet je? Pak ik een biefstukje en dan hou ik het voor een neus. Kiep. Hallo. Het zijn Haagse kippen. Ja, dan moet je heel anders benaderen als... Bijvoorbeeld kippen uit Friesland. Kiep. En dan komen ze ook niet. De benadering is anders. Hallo. Je ziet ze ook wel eens bij zo'n broodjes, op zo'n pleintje. Maar dan zitten ze ook op een broodje, dan lopen ze niet zo rond. Kiep. Zie je hoe ze op mij reageren? Kiep, hallo. Dit doe ik dan een uur of drie. Dan ben ik echt goed wakker. En de kippen ook. Helemaal geen zin meer om eieren te leggen. Maar dat geeft niet, want ik hou ook helemaal niet van eieren. Ik hou ook niet van kippen trouwens. Die perenboom. Ik dacht bij mezelf, wat is nou de beste plek om een perenboom neer te zetten? Toen dacht ik, bij de kiep. Hallo.